Het Rutische busstation aan de Scharenburg ondergaat volgend jaar een metamorfose. Het wordt een zogenoemd hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Bijna alles op de nu wat rommelige plek gaat veranderen. Zo wordt het aantal perrons uitgebreid tot 5. Er komt een apart parkeerterrein, de fietsenstalling wordt vergroot en overdekt en ook voor buschauffeurs komt er verandering. Het huidige wc-hokje wordt vervangen door een echt gebouw met ook een kantine erin. De hele operatie kost, inclusief aankoop van de grond, zo'n 5,5 miljoen euro. De gemeente draagt 2 ton bij, de rest komt van de provincie Gelderland.